Het beddenhuis van het Academisch Ziekenhuis krijgt een facelift. Het startsein voor de rehabilitatie is gisteren gegeven door de directie en RVC van het ziekenhuis, de contractor en vertegenwoordiging van de presidentiële commissie Volksgezondheid en een vertegenwoordiging van de regering. De architect Rino Chin Wong Yu van IBT Engineering, belast met de directievoering van het project, memoreert dat er in 2012 een start is gemaakt met de voorbereidingen van deze rehabilitatie. Nu, 6 jaar later, is het een pak van zijn hart dat er een aanvang hiermee wordt gemaakt. De contractor, Seng Yang, gaf de aanwezigen de verzekering dat hij zich strikt zal houden aan de tekening en ook de veiligheid in acht zal nemen. De directeur van het AZP, Claudia Marie Caredan, haalde aan dat het ziekenhuis een capaciteit van 530 bedden heeft met een bezettingsgraad van ver boven de 90%. Een belangrijke voorwaarde om de zorg te kunnen bieden is het hebben van optimale faciliteiten. Met de rehabilitatie van ons beddenhuis en de overige instandhoudingsprojecten, waaronder bouw en inrichting van 6 nieuwe operatiekamers, dat moet aanbestedingsstatus goed is september 2018. We doen op jaarbasis ruim 12.000 operaties. De renovatie en uitbreiding van onze intensive care unit, inclusief het opzetten van een state-of-the-art operatieunit, hopen wij en rekenen er ook op dat wij dus met deze projecten in ieder geval een stap vooruit zetten in betere dienstverlening. Ook het opzetten van een nieuw ziekenhuis is op het programma. Ons ziekenhuis is, zoals u weet, door een heel moeilijke periode gegaan. En we zijn er nog niet uit, maar we zijn wel op weg naar normalisering. En dat zal een tijdje duren. Ons gezondheidssysteem, in het bijzonder ziekenhuiszorg, gaat een volledige transformatie moeten ondergaan. Het huidige financieringssysteem is niet meer van deze tijd. Marie Caredan vraagt begrip en medewerking van de samenleving, omdat de werkzaamheden uitgevoerd zullen worden terwijl de dienstverlening normaal wordt voortgezet. De AZP-directeur bracht speciale felicitaties uit aan onder andere de verpleegkundigen die onder moeilijke omstandigheden het werk blijven doen. Aan de verpleegkundigen wil ik zeggen, change is coming, hou vol, we komen er wel. Verder feliciteer ik alle overige aanwezigen en de Surinaamse gemeenschap met dit heugelijk feit. Het Academisch Ziekenhuis is uw ziekenhuis. We zijn er voor ieder. Laten we het koesteren. Op 17 april 2018 is de overeenkomst tussen het ministerie van Volksgezondheid en de uitvoerder Zhen Yang van het project rehabilitatie van het beddenhuis van het Academisch Ziekenhuis getekend voor een bedrag van circa 8 miljoen US dollar. Het is duidelijk dat de uitvoering van dit project cruciaal is voor de gezondheidszorg van Suriname. We hebben het al gezegd, het Academisch Ziekenhuis heeft een belangrijke speelfunctie in onze gezondheidszorg. Virgilio Dotsen, minister van Natuurlijke Hulpbronnen, die de regering gisteren vertegenwoordigde bij de start van het rehabilitatieproject van het beddenhuis van het AZP. Het project zal in 2 fasen in 16 maanden uitgevoerd worden.